vrij lang nog als je hem vergelijkt met de rest. Maar meneer, hij is wel hartstikke goedkoop vandaag, hè? Ja, hij is goedkoop vandaag, hè? Ja, 5 doelpunten. Daarom zijn we hier vandaag ook. En wat gaat het worden? Echt het hele gezin wordt aangekleed, zie ik? Nee, dit is voor mezelf. Voor mezelf. Maar eerst even passen, kijken of het zit. Wat denkt u dat deze doelpunten u gaan schelen vandaag? 50%. Ja, ja. 300 euro. Ja, dat is een smak geld wat het me gaat schelen. Dank aan Van Persie en Robben. Dank aan Van Persie en Robben, ja. Dus bij het eerste doelpunt zaten we te scoren. Yes, 10% is er. Ik wist al dat u hier naartoe zou gaan. Ja, onze dochter was al van plan. Ik wist dat. Altijd. Maar we leefden niet naar de 5, maar we leefden steeds van 10%, 20%, 30%, 40%. En bij de 5-0 of 5-1 was het echt van ja, dan moet je wel gaan hoor. Het is wel een hele prettige dag vandaag om te komen shoppen, want... Het is altijd dus voordelen, ja. Want? Het is altijd leuk om... 10% korting, dus? Dus altijd wat minder, toch? En dus nu vandaag? Hoe bedoel je? Nederland 5-1. Ja, oh, 50%. Ja. Dat wist u niet. Nee, dat hoorde ik net. U bent de bedrijfsleider. Hebt u er nu spijt van? Nee, absoluut niet. Nederland wint, moeten we vieren en wij hopen daar graag een handje bij. Ik zat gisteren nog gezellig met vrienden in de kroeg, lekker voetbal te kijken. 1-0 Spanje, oh nee, 1-1 gelijk. Ik, hey, leuk. En pas bij 4-1 viel het kwartje, denk ik, morgen 40% korting op alles. Oh, het wordt druk. En 5-0 dacht ik, oké, het wordt echt druk morgen. Wat denkt u dat het aan omzet scheelt vandaag? De helft.